Hallo, ik ben Phoebe. Ik ben een dierenverzorger bij Stichting AAP en we staan hier voor de primatenhal. In 2010 kwam Berbera Pfico binnen bij Stichting AAP. Na enkele mislukte introducties is het ons toch gelukt een goede match voor hem te vinden in Lulu. Ze waren eigenlijk een ongelooflijk leuk en bijzonder duo die vooral typerend waren voor hun hele lange intense vlooisessies, waarbij Lulu vaak op haar rug zou liggen met haar benen in de lucht om dan uren gevlooid te worden door Pfico. Enkele maanden terug kreeg Pfico een wondje op zijn bielen. Omdat dat moeilijk genas, is hij toen naar de quarantaine verhuisd. Omdat we daar net een schonere omgeving hebben en beter de wond konden observeren en schoonmaken. We staan hier nu in de quarantaine en dit is waar Pfico de laatste weken heeft doorgebracht. We hebben hem ook bijvoorbeeld getraind hier, dat hij het toeliet om de wonden schoon te maken, wat eigenlijk verbazendwekkend goed ging. In het begin was het een beetje moeilijk, maar uiteindelijk heeft er wel die klik plaatsgevonden tussen de trainer en Pfico en lukte het om ons als team om de wonden schoon te houden. We stonden op het punt om Pfico terug te brengen naar de primaathal, naar Lulu. Maar helaas, kort daarvoor werd er een nieuw wondje ontdekt op zijn bielen. Het was dus nodig dat hij een beetje langer bij ons bleef. En in die tussentijd werd hij plots heel erg ziek. Hij had hoge koorts. Ik kon het aan hem zien, hij voelde zich niet lekker. En ook het wondje werd erger en erger. Dus wij zijn een nieuwe behandeling gestart met een heleboel medicatie. Maar die sloeg helaas niet aan. De koorts ging niet weg en het wondje werd niet beter. En je kon ook zien dat Pfico zich echt niet lekker voelde. Dus dan is er besloten, omdat het beter was voor Pfico, om hem te euthanaseren.